Twee peuters zijn enkele weken geleden in de Efteling in Kaatsheuvel getroffen door een elektrische schok. De ouders van een van de twee peuters hebben aangifte gedaan bij de politie, waarna de arbeidsinspectie een onderzoek heeft ingesteld. Het ongeluk gebeurde bij een voorstelling in het Eftelingtheater. De trappen in dit theater worden gemarkeerd met een soort lichtslang. Er is een kindje geweest wat is met die slang gaan spelen. Hij heeft dat kennelijk voor een stukje uit die goot gehaald. Er bleek aan het eind van die slang niet zo'n afdichtdopje te zitten en het kindje heeft daardoor een schok gekregen. Hoe kan zoiets gebeuren? Ja, dat is wat moeilijk te achterhalen. Het komt vaker voor dat het publiek aan die slangen zit, dat daarmee gespeeld wordt. Soms worden ze ook gewoon meegenomen. En daarbij kunnen die dopjes van die slangen afgehaald worden. Wij vermoeden dat dat de oorzaak is, want als die slangen daar aangebracht worden, zit er altijd zo'n dopje op. Dat is een standaard uitrusting. De arbeidsinspectie en de politie hebben een onderzoek ingesteld naar het voorval. De Efteling heeft nieuwe dopjes op de slang gezet die beter vastzitten. We controleerden al erg vaak, maar we hebben inderdaad de frequentie van de inspecties nog verder verhoogd. En voor iedere show wordt nu gekeken hoe de staat onder andere van deze slangen is. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele elektrische installatie waarnaar gekeken wordt. Kunt u zoiets voorkomen? Uiteraard proberen we het zoveel mogelijk te voorkomen. Op dat punt hebben we ook een goede reputatie hoog te houden. Maar 100% voorkomen is gewoon uitgesloten. Dat bestaat niet. In 7 maanden tijd hebben we 3 miljoen bezoekers in dit park. Daar kunnen altijd dingen gebeuren. Er kunnen technische mankementen ontstaan die je niet altijd kunt voorkomen. Er kunnen gewoon door mensen fouten gemaakt worden, ook door ons personeel. Ook dat kan je niet in alle gevallen voorkomen. En er kunnen door het publiek ook handelingen verricht worden die ook tot dit soort situaties kunnen leiden.